drukt het heel zaak uit elkaar. En dan komt hier dan een lont uit, zie je? Ja. Lont. Die lont wordt bij elkaar gedrukt. En dan heb je inderdaad, dit is, hè? Dit is nog vliesje. Dat vliesje wordt bij elkaar gedrukt, dan heb je een lont. Dat doet hij dus. Hij maakt een lont, meer doet hij niet. Dus dit, dat wordt straks een lont. Want dit spul, dat rust de volgende machine niet. Je moet een lont hebben. Die maakt de kaartmachine. Ja? Een aantal van deze lonten gaat dan naar de volgende machine toe. Dat is de kammachine. Die wordt de wol gekamd. Doen we hier. Gaan we even hier naartoe. Een aantal van die tonnen zie je daar. Dat zijn allemaal lonten. Die worden hier binnengevoerd. En hier wordt het inderdaad gekamd. Dat zijn allemaal kammetjes die hier zitten. Kijk, allemaal kammetjes. Zie je dat? Heel veel. Dat draait dan rond. Oh, dus je kammen. De korte veeltjes worden eruit gehaald. Die haalt er ook uit. En die vallen onder in die bak. Het beste van de wol in dit geval komt hieruit. Kijk, hier hebben we een lont. Die is gekamd. En er wordt in een later stadium wordt er kamgaren van gemaakt. Nooit geweten waar het vandaan komt. Ja, als het in deze machine gepasseerd is, wordt dat in een later stadium kamgaren. Ja, dat is even draaien. Kwaliteit dan. Ja, het beste van de wol. Ja. De korte beurtjes van onder die bak, die worden ook alweer verwerkt, maar dat is dan minder kwaliteit natuurlijk. Hè. Maar het beste is dit, wat dus daar de kamgaren van gemaakt wordt. Dat even draaien, opgepast. Kammachine. Ja? Dan gaan we met deze lont naar de volgende machine toe. En van deze machine staan er 5 naast elkaar. Even kijken. Dus van deze machine staan er 5 naast elkaar. Dus een aantal van die lonten van die machine gaan naar deze machine toe. Dat is de rekte strijkmachine. Hier worden alle veertjes allemaal parallel gelegd. Het is de bedoeling dat hier straks garen van gemaakt wordt. Dus dan moet ik zorgen dat alle vezels allemaal in één richting liggen. Parallel. Ja? Met de eerste machine staan de naaldjes, deze naaldjes. En die onderste naaldjes staan verder uit elkaar. Met de tweede machine, want die rol als je vol is, gaat je naar de volgende machine toe. Staan de naaldjes wat dichter bij elkaar. En bij de vijfde machine staan die heel dicht bij elkaar. Ik wil zeggen dat alle vezels in één richting liggen. Want ik wil straks een gelijkmatig sterk garen maken. Dus we moeten zorgen dat alles in één richting ligt. Wat ik hier nog meer kan doen, is bijvoorbeeld ook mengen. Als ik nou bijvoorbeeld een kostuum zou moeten maken, je kijkt achter het etiket, er staat erop 85% wol en 50% nylon. Dus wat doen we hier dan? Laten we hier een nylon lont bijlopen. Dat je uiteindelijk hier dus een lont uitkomt. Die bestaat uit 85% wol en 15% nylon. Ja? Je kunt natuurlijk zeggen 80% wol, 20% nylon, dat is net wat je wil. Hè? Dus hier wordt alles parallel gelegd. Dan even dat draaien. Stel dat dit naar de vijfde machine is geweest, nummer 5, want die lont gaat van één machine naar de andere machine toe. Dan komt hier dus een lont uit, die bestaat uit 85% wol bijvoorbeeld en 50% nylon. Dan heb ik nog niet het juiste uitgangspunt om garen te vinden. Ik moet namelijk een lont hebben waarvan 1 meter lont 1 gang weegt. En dit weegt nog veel meer. Dus we gaan met deze lont gaan we naar de volgende machine toe, dat is de finiseur. De finiseur maakt de lont op het juiste gewicht. Die maakt namelijk 1 meter, weegt 1 gram. Een garen dikte wordt altijd uitgedrukt in nummers. We beginnen al met nummertje 1. 1 meter weegt 1 gram. Daar gaan we garen maken waarvan 20 meter 1 gram weegt. Dus we zeggen van die 1 meter lont maken we 20 meter garen.
We gaan nou eerst een lont 1 meter 1 gram maken. Hè? Dan doen we de volgende machine. Hè? Erheen kijken. Dit is nog 1 tiende van de machine zoals je vroeger was. 9 tiende ligt op de schoothoop. 1 tiende staat nou hier. Waarvan 25% niet werkt. Dus het is maar minimaal. Dan krijg je wel een idee van wat hier aan de hand is. Hè? Dat draait zo rond. Dus die grote rollen had hier achter moeten liggen. Hè? Dan hebben wij het anders gedaan, ik zeg alleen maar dat we er heen kijken. Wat hier opgewikkeld wordt, daarvan weet je 1 meter 1 gram. En dan gaan we het maken met een meer voorgaar, zeg maar. En met dat voorgaar, waarvan 1 meter 1 gram weegt, gaan we naar deze machine toe. Dat is een spintmachine. Hier hebben we dus je lont en hier hebben we garen. Je ziet, ik maak 1 meter lont, maak ik 20 meter garen. Dat is een spintmachine. Deze walsjes voeren de lont toe, die draaien heel langzaam. En deze walsjes, die trekken daar die lont uit elkaar. Dus uiteindelijk komt hij dan garen uit, hè? Kijk, die gaat zo, hè? Kijk. Ja? Zo wordt garen gemaakt. Ja, garen bij spinnen, dat doen we nou, hè. Dat is de spinmachine. Die meneer zegt, ik ben de enigste en de laatste weber van de spoorheer. Dat komt natuurlijk omdat ik in 84 heeft NS dit getuigje gekocht uit Vilvoorde. Want in Vilvoorde was een firma die weefde de kussens voor Europa. Okay. Onder andere ook voor NS. Mm. Maar in 84 zeiden die mensen, waarschijnlijk eruit, want die waren maar 65 plus. En toen zei NS, er was nog één getouwtje van de vier en ze konden het kopen. Nou, NS had niet veel keus, want die moest nog 10 jaar met het lokpark rijden, waar maar steeds de olie-zuigers in zaten. Juist, juist, juist. Vandaar dat we 1984 gekocht hebben. En ik heb van 1984 gebleven. En toen is het getouwtje bij NS weggegaan, want daarom zegt die man, ik was de enigste en de laatste. Ja, 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 ja. En als ze het niet meer nodig hebben, dan blijft het voor een dag weer staan. Nee, 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 nee. En zo is het dus hier terecht gekomen. Maar we krijgen anno 2014 nog steeds opdrachten. Oh, zo. Want de stoomlocomotieven, die rijden nog steeds met oliezuigers. Ja, 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 ja. En we krijgen de meeste bestellingen uit Duitsland. We hebben nu weer een bestelling uit Zwitserland, we hebben al bestellingen uit Denemarken gehad. Maar we zijn de enigste niet gelukkig, want in Engeland bestaat een hele grote firma en die weet je voor heel de wereld. Oh, okay. Dus ik ben de enigste hier, dus ik kan het toch niet bijhouden. Nee. Ik heb al zoveel geprobeerd om mensen te activeren, maar helaas kan ik nul ommaken. Ja. Maar het is gewoon een oliezuiger. Kijk, dit is een oliezuiger. De oliezuiger die wordt gemonteerd op een ijzeren geraamte. Want anders ligt die los in de onderpad, dus op een ijzeren raamte. Het ijzeren raamte komt in de onderpad met olie. Hier ligt het kussen in, hier zit de as op, de as draait in het kussen. En als je in dat kussen gaat draaien, dan gaat je zuigen. En dan zuig je die olie uit je onderpad door die lussen omhoog. En elke keer als een as een omwenteling maakt, dan neemt je die olie mee omhoog en wordt gelijklaag gesmeerd. Precies. Zo wordt dus, ja. Als je dus rijdt met de vier, ben je hier. En ze gaan bij de stoomblok zeker 35 jaar mee. Nou, zo. Ja, oh. Zo. Maar dat leidt helemaal niks. Oh. Het komt maar net tegen de as aan. En als de as is ontzettend glad, er komt olie bij. Dus het leidt eigenlijk bijna niks. Dat zou je niet verwachten. Is, als je dus vergeet de olie bij te vullen, ja. Dan krijg je iets. Ja, dat werkt niet. Dan wordt de temperatuur te hoog, ja. En dan verbrandt het. Dan verbrandt het, ja. Dat zou eigenlijk niet. Ja, nee.